Boskoppendoren. Er zal heel wat veranderen in dat vreestoonde hoes, niet zoiets van daarbaf. Jan was dan eindelijk met de fut. Dat eindelijke kon je volgens zijn vrouw Jannie beate afloten of veranderen in al. Jan was blij dat het werk bij de post erop had zitten. Jannie vond jammer dat de hele dagen bij hoes was. Nou ja, jammer. Jammer is luk vullen zich, maar ze wist nog niet wat Jan eigenlijk een hele dag door moest. Want vullen hobby's had ze ook nog weer niet. En handig was ze ook niet. En dat was nog heel zacht uitgedrukt. Het enige wat er gerne deed was scheten op zondagmorgen bij de scheetvereniging aan deze kant van Derp. En op donderdagavond met het bedrijfsscheten. Jan Joppen wou dat Jan nog meer hobby's zou krijgen. Anders konden de dagen nog wel eens lang worden voor hem. Het was begin januari en in Hof kon je nog niet veel aanvangen. Om te beginnen stonden Jan en Jannie al eens wat later op. Jan had meer dan 40 jaar 6 dagen in de week om 6 uur 's morgens bij de post moeten winnen en nu wilde het er eens van nemen en kwam de 's morgens voor 8:30 niet uit. Daarna uitgebreid en lange onder een douche, eten, de kranten lezen en op tijd de televisie aan. En langs alle zenders knipsen. En Jan moest ook de voeten opbeuren, had Jannie met een stofzuiger vlak langs Jan zijn stoel wil. Jannie deed behalve de huishouding ook nog vrijwilligerswerk in het ziekenhuis, in een van de bejaardenhuizen en in het verzorgingshuis. 4 halve dagen was ze door met druk in de weken. En dan rondgaan voor goede doelen met een liste langs de deur en 1 dag in de maand helpen bij de bloedtransfusiedienst. Dat deed Jan niet allemaal. Ze was er slim druk met, maar ze deed het gerne. Jan was dus met januari in de futte komen en in die eerste weken had de alleen maar van 's morgens vroeg tot 's avonds later voor de televisie gezeten. Jannie begon dat al gauw te vervelen. Ze wilde toch maar eens zien of er niet wat meer aan het huishoudelijk werk kon doen. De tweede weken kreeg ze Jan waarachtig aan het stofzuren en aan het ramen wassen. En aan het boskoppen doen. Tumor. En dat allemaal al in de tweede weken van de fut. Niet dat er nou direct een hoeraadje op ging bij Jan, dat niet. Hij had heel wat te neulen en te voeten, maar had zijn huwelijk met Jan, die nu 40 jaar ook nog enig bestaansrecht wil hebben, moest ook Jan helpen aan de instandhouding daarvan. Op vrijdagmorgen zal Jan voor het eerst in 40 jaar zelfstandig boskoppen doen in de supermarkt. Daar hoor nog een hele tekst en uitleg en instructie bij. Jannie had hem de liste met boskoppen al mangens kloren gemaakt, dat was makkelijk. Ze had de boskoppen in de volgorde van de looprichting in de winkel beschreven, anders zou Jan wel een halve dag werk hebben om alles te vinden. Ook kregen van Jannie 2 tassen voor leuge flessen met. 1 tassen met flessen waarop statiegeld zat en 1 tassen voor andere flessen en putjes die ze in een glascontainer moest gooien. En denk eraan dat je zegeltjes metbrengt, zei ze er nog bij. Jan zal eraan denken. Jan met een auto op de supermarkt aan. De hele parkeerplaats stond vol. Maar er ging net een vrouw weg en Jan kon zijn auto er zo tussen schoven. De tassen met de flessen met statiegeld met nog een leug winkelwagentje. Die winkelwagentjes zaten allemaal aan elkaar met een kettingje. Maar hoe kreeg je er nog een los? Hij keek af wie een andere vrouw en toen kwam erachter dat er een munt van 50 euro cent in moest. Rammelgeld had er zat, maar geen muntje van 50 euro cent. Jan de winkel in en de juffrouw bij de eerste de beste kassa kon wisselen. Ze deed niet anders. Muntje in het winkelwagentje, kloa, fluitje van 50 cent. Zo, daar stond Jan in de grote supermarkt, wat er ook nog nooit eerder geweest was. Ja, kan wezen een jaar of 10 terug, maar ondertussen was ze er al wel 2 keer weer wat verbouwd. Hij keek rond als een kat in een vreemd pakhoes. Eerst de leuge flessen zien kwieten won. Achteraan in de hoek konden de flessen in de buizen stoppen en het bonnetje met het statiegeld dat hij kreeg kwam vanzelf een gleufje. Jan stond er met verstand naar te kijken. Toen we naar de ingang van de winkel en dan beginnen bij het begin. De groenteafdeling, maar wat een drukte was daardoor. Viele vorming en vertraging.
Maar Jan had wel mooi tijd om te kijken hoe het de andere vrouwlui en menslui de groente pakken en afwogen. Het was een meestpaard vrouwlui die de boskoppen deden. Dat zullen Jannie nog zeggen ook. En Davy moest er volgens het liedje komen. Jan rukken de plastic toeten van de rollen en proberen de groente erin te krijgen. Meen je toch dat het een plastic toeten los kon krijgen? Eindelijk, na lange blozen en wrijven met de vingeren, ging plastic toeten los. En Davy afwegen, stikker erop en in de koren. De stond bij de appels, de vrouwen te mieren en te massen, de plastic toeten was er aan de onderkant kapot gegaan en achter elkaar rollen de appels de winkel in. Zeer erachteraan. De meesten deed ze terug in de kisten. En ze nam anderen. Ja, ja, zo punt onze manieren. Er leeft nog wel meer mensen te zoeken en te kijken, net als Jan. Toevallig kwam er een uit de buurt te tegen, den de vrouwen in bed had zitten. Hoe gaat het hoe met de vrouwen? Vroeg Jan, den daarna uitgebreid het hele verloop van de ziekte kreeg. Maar er was vooruitgang en dat was het voornaamste. Toen begon er een soort kwartetspel tussen de beide mensen. Weet die waar de ronde beschutten ligt? Vroeg Jan. Nee, maar weet die dan waar de rozijn ligt? De man wist het niet en beide moesten ze zelf aan het zoeken. Op zijn rit door de winkel zag Jan vullen bekennen. Die allemaal wilden weten hoe het Jan beveel in de fut. En iedere keer moest Jan vertellen dat hem na een week een goed beveel, maar dat hij nog ander werk had. Langzaam maar zeker kreeg Jan zijn koor nog halen vol. En toen begon het wachten in de rier hem af te rekenen. Een lange lijsten rollende route kassa en al met al was het nog een duftig bedrag. Jan schrok ervan. De boskoppen wonnen door Jan achter een autopakket en de flessen en pukkels waar geen statiegeld op zat, kwam in een glascontainer. Toen op hoes aan. Jan was benieuwd of Jannie nog opmerking zou hebben. Uiteindelijk was het voor de eerste keer voor hem dat alleen de boskoppen deed. Jannie, die zei nog een heel verhaal op. Jan nam het voor kennisgeving aan. En Davy moest in een grote plastic toeten. De melk moest een halve liter wezen in plaats van anderhalve liter. De gewone chips moest chips met paprika wezen. Het wc-papier had wel wat minder luxe kunnen wezen. De kees, daar zat schimmel op, daar had hij nog moeten kijken. En yoghurt was te kort aan dood. En waar zijn de zegeltjes? Was de les te vragen. Hek niet aan de dag, schrok Jan. Hek van mijn leven. Ik heb het ook nog zo zeg, grommen Jannie. Ik heb nog wel een bonnetje met statiegeld, zei Jan. De dag daardoor de stemming beter won. Waarom heb je dat dan niet afgerekend? Kou er de volgende keren ook nog weer eens aan denken, ging Jannie deur. Missegokt, dacht Jan, den het zich maar rustig op de petten liet hagen. En tegenswoordig haalt Jan en Jannie samen op vrijdagmorgen de boskoppen. En dat geeft goed.